De samenleving moet blijven geloven in het Surinaamse onderwijssysteem. Dit stelde onderwijsminister Henry Ory gisteren tijdens een congres voor vernieuwingen binnen de 10-jarige basiseducatie in het Lalaroek-gebouw. De bewindsman geeft aan dat het Surinaamse onderwijssysteem een aantal veranderingen ondergaat op regionaal en internationaal niveau. Wij maken grotere stappen. Er zijn een aantal interne en externe ontwikkelingen die maken dat wij genoodzaakt zijn een paar ingrepen te doen. En je zal zien dat dat binnen een paar jaar gaat stabiliseren. En het is voor de ouders, voor de leerlingen, maar ook voor het ministerie en natuurlijk de leerkrachten, schoolleiders belangrijk te weten in welke systemen zitten, hoe we daarmee omgaan. En zulke zaken hebben tijd nodig, investeringen en vooral begrip, communicatie en dialoog om dit op te halen. Etienne Jumai, programmamanager van het onderwijsprogramma KAIKES, Consolidating Access to Inclusive Quality Education in Suriname, stelt dat beleid rond het onderwijsgebeuren wordt gestremd, omdat het ministerie niet altijd over data beschikt. Hij meent dat er nu geen systeem is om de data te produceren. Je ziet dus dat er terugkerende problemen zijn. Problemen om leerlingen te plaatsen, problemen met busvervoer, met vervoer voor leerlingen en andersoortige problemen. Dat komt omdat we niet altijd tijdig beschikken over data. Want op basis van data, accurate data, kun je dus beleid ontwikkelen. We hebben geen systeem om die data te verzamelen. In dit project is er ook opgenomen dus dat we een EMIS systeem bouwen. EMIS staat voor Education Management Information System. Dat systeem zal ons in staat stellen om accurate data te krijgen, tijdig accurate data te krijgen, om vervolgens ervoor te zorgen dat we correcte inschattingen kunnen maken en correct beleid kunnen ontwikkelen. Jumai benadrukt dat er nu wordt gewerkt aan een systeem om de nodige data te produceren. Hiermee zal het ministerie in staat gesteld worden om de correcte data te krijgen om beleid te kunnen uitstippelen.